Jermaine, het top 2000 café is weer van start, hè? Ja, ja, we hebben er ontzettend veel zin in. Ik denk dat we dit jaar een heel goed doel hebben. We gaan ook zeker alles aan doen om zoveel mogelijk geld op te halen natuurlijk. De eerste plaatjes zijn aangevraagd, de eerste bedragen zijn binnen, dus het kan alleen maar beter worden, denk ik. Ja, want het doel is stilfotografie. Ja, Stichting Stil uit Hardenberg. Ja, is het doel van dit jaar. Maar nou de activiteit, want jullie gaan plaatjes draaien, maar welke activiteiten hebben jullie nog meer op poten gezet tot en met zaterdagavond? Ja, dat is een hele goeie. We hebben natuurlijk een heel vol programma. We gaan zometeen beginnen met de pubquiz, dat gebeurt allemaal in de grote zaal. We hebben zometeen het LP-café hier, we gaan met echte vinylplaten draaien zoals vroeger, zeg maar. En dan gaan we morgen om 7 uur gaan we beginnen met het netwerkontbijt met Kees van Dijk. En als het goed is komt Melanie van Stichting Stil ook nog wat vertellen over de Haarstichting. Dat is het eerste liedje dat we doen? Ja, de nummer 2000, hè? De nummer 2000 van dit jaar. Van 2016. Van 2016, vanochtend. Nou, jullie of kwart over 10 bekendgemaakt, denk ik. Ja, wij hebben niet veel eerder. Robert, we zijn hier in de bron in Delensvaart. En zo net heeft Melanie van de Stichting Stil hier het Top 2000 café geopend. Kun je mij een kort uitleggen wat Stichting Stil doet? Ja, Stichting Stil die heeft als kerntaak het verzorgen van fotoreportages van stilgeboren kinderen. Ouders die een stilgeboren kind krijgen, dus een kind wat vlak voor of na of tijdens een geboorte overlijdt. Daarvan maken wij als stichting een fotoreportage. Dat doen wij volledig kosteloos om de ouders een blijvende herinnering te geven aan hun kindje. En dat doen we als kerntaak en daarnaast maken we ook nog fotoreportages van ouders of kinderen die uitzichtloos ziek zijn. Maar, nou, maar het gaat goed, hè? Maar jullie hebben net alweer een cheque overhandigd gekregen. Ja, dat klopt. We hebben net van de Varia een mooie cheque in ontvangst mogen nemen. En wat ook gewoon heel erg belangrijk is, want we zijn 100% afhankelijk van giften en donaties. We hebben geen betaalde krachten in dienst. Maar we hadden het hier net al over met een aantal mensen. We hebben inmiddels dit jaar al meer dan 1000 reportages gemaakt. Hoeveel? Meer dan 1000. En dat doen we allemaal kosteloos voor ouders, maar ja, we maken natuurlijk wel kosten. Maar gaat Stichting Stil door heel Nederland of is het specifiek deze regio? Nee, wij hebben als doel om heel Nederland te kunnen bedienen. We krijgen inmiddels ook al wel vragen eigenlijk uit heel Nederland. Maar we richten ons in de promotie daar eigenlijk nog niet op, voornamelijk Noord-Nederland. En dat heeft ermee te maken dat wij absoluut geen nee willen zeggen. Dat als ouders bellen, dat we zeggen, het kan niet door de drukte. En op het moment dat je landelijk publiciteit gaat maken, die vraag gaat nog veel groter worden. En daar zijn we wel aan het werken. Daarvoor is gewoon eigenlijk, plat gezegd, nog veel meer geld nodig om die kosten te kunnen dekken. Maar dat is wel onze wens en onze ambitie. Ja, want hoe komen jullie aan de fotografen dan? Ja, fotografen die worden heel zorgvuldig geselecteerd. Want je moet je voorstellen, het moeten niet alleen technisch hele goede fotografen zijn. Want de omstandigheden waarin ze fotograferen in ziekenhuizen is zonder flits. Maar je moet als fotograaf ook eigenlijk opgaan in de kamer. Ouders mogen niet merken dat je er bent. Die zijn met heel iets anders bezig. Die zijn met misschien wel de grootste emotionele gebeurtenis in hun leven bezig. En dan moet je niet opvallend aanwezig zijn. Dus naast een hele strenge technische selectie is er ook een selectie van, zou ik deze persoon aan mijn bed willen hebben? Maar heel af en toe doen we een oproep en vaak gaat het ook via dienen mensen zich eigenlijk bij ons aan. Goh, ik zou graag voor jullie stichting willen fotograferen. Ik word er gewoon stil van, ik krijg er gewoon kippenvel van. Ja, want het is toch echt wel een heel goed doel waar dit jaar voor gedraaid wordt. Ja, nou, als ouder van een stilgeboren zoontje kan ik ook niet anders zeggen. Ben ik het daar ook helemaal mee eens. En kan ik ook eigenlijk alleen maar de waarde benadrukken van hoe waardevol die foto's zijn voor mij en mijn vrouw en onze dochter. En niet alleen als ons gezin, maar ook de hele kring eromheen. Opa's, oma's, ooms, tantes. Dat is het enige wat je hebt. Je hebt verder niks meer. Dus daarom is dat zo ontzettend belangrijk. Jullie gaan heel veel activiteiten gaan jullie ondernemen. En zaterdagavond sluiten jullie af met de band. Ja, Chukur Toket sluit ons af zaterdag. We hebben natuurlijk zaterdagmiddag de enige echte de voetbalplaatjes ruilbeurs hier. Dus we verwachten dat alle voetbalverenigingen hier zijn met al hun plaatjes en dat iedereen de boek vol heeft. En dan hopen we er een mooie week van te maken. Ja, maar al jullie activiteiten staan nu op de website. Ja, ja, als je gaat naar www.top2000delensvaart.nl. Je kunt het hele programma zien. Je kunt ook een plaatje aanvragen. Dit jaar gaan we niet via de sms. Dan gaan we gewoon via de website. Dan kom je in een betaalscherm. Vul je naam, adres en je plaat in. Het moet nog even afgerekend worden. En dan 100% garantie dat het gedraaid wordt. En wat is de website? www.top2000delensvaart.nl. Oh, dat gaat helemaal goed komen. Ja, dat gaat perfect. We hebben er lomp veel zin aan. Dus we gaan een mooie week van maken. Top. Top. Dankjewel. Tot zaterdagavond. Tot zaterdagavond.